zijn volgens mij de hele rotonde aan het omgooien. Dus ik hoop dat het veiliger wordt, want het was niet echt een hele logische rotonde. Werkzaamheden op het Mosplein in Noord. De rotonde hier wordt vernieuwd. Vrij drukke en gevaarlijke rotonde. En als je op de fiets er langs komt, dan hebben auto's vaak ook niet door dat je als fietser nog voorrang hebt. Het is een doodsteek voor de winkeliers en voor de marktmensen zoals je ziet. Het is normaal altijd volle bak bij ons in de winkel. Ik heb geen klant. Het is wat gedaan moet worden, moet natuurlijk gedaan worden. Maar het gaat wel heel lang duren. Je moet vaker Amsterdam omrijden en dat vind ik eigenlijk wel irritant. Nu is het hier in de buurt. Ja, het is overal steeds bal natuurlijk. Wij zijn hier de rotonde aan het herinrichten. Dat is nodig omdat de rotonde onoverzichtelijk en daarmee onveilig was. Er zijn meerdere verkeersongelukken geweest de afgelopen tijd. En wij gaan de rotonde overzichtelijker en daarmee ook veiliger maken. We maken een extra oversteekplaats voor fietsers en dus nog maar één kant op kunnen fietsen. Daarnaast vergroten we en verplaatsen we de middenberm een beetje, waardoor automobilisten gedwongen worden om af te remmen als ze de rotonde benaderen. En we maken de rotonde een stuk groener en daarmee ook een stuk aantrekkelijker. En dit alles zorgt ervoor dat de rotonde straks overzichtelijker en veiliger wordt. Vandaag begonnen, mijn eerste dag hier. De moeilijkste zijn die kinderen met die scooters. Stoppen niet van niemand, ze gaan gewoon door. Mensen zijn vriendelijk hier. Ze hebben mij koffie, alles wat ik wil hebben ze mij gegeven. We zijn vandaag het brugdek vrij aan het maken van asfalt. En achter het brugdek ligt nog een stukje asfalt tegen de kruising van de Johan van Hasseltweg wat we nog op moeten breken. Dus dat zijn we vandaag aan het doen. Hoe is het om in zo'n elektrische wagen te rijden? Een elektrische kraan voelt wel anders dan een dieselkraan. Het is toch even feller en het is wel even meer wennen dan een diesel. Het bevalt eigenlijk wel goed. Alleen het opladen is soms nog even een probleem hier in Amsterdam, want er zijn niet zoveel laadpalen. Maar dat komt vanzelf, denk ik. Het Mosplein ligt in de wijk Volewijk. De geschiedenis van deze wijk gaat al heel ver terug, want al in 1393 werd het bij Amsterdam gevoegd. Een luguber weetje over Volewijk is dat er tot 1795 een galgenveld was, waar misdadigers werden opgehangen. Tussen 1927 en 1964 werd om de hoek van het Mosplein op het Mosveld op hoog niveau gevoetbald door de Volewijkers. De club werd in 1944 zelfs landskampioen. Ik vind het van hier heel leuk dat alles goed gemixt is. Nou, de buurt vind ik heerlijk. Het is gewoon, wij zijn Noordelingen. Ja, de buurt is gewoon top. Echt een leuke buurt. Mijn moeder woont ook in Amsterdam-Noord. Echt een leuke buurt. Gezellig. Vorige week was de tas te vinden op de Koninginnenweg en die is gewonnen door Michael Dag. En weet jij waar die deze keer hangt? Laat het ons weten. Automobilisten moeten er rekening mee houden dat ze bepaalde weekenden de rotonde helemaal niet op kunnen. Gedurende de fase zullen gedeeltes van de rotonde afgesloten zijn en kan je niet van de rotonde naar de wegen of andersom. Fietsers worden een klein stukje omgeleid en voetgangers kunnen over het algemeen gewoon langs het werk lopen. Alle omleidingen die op dat moment gelden worden aangegeven via bebording en de bedrijven en de Van de Pekmarkt zijn ten alle tijden bereikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni. Vanaf dan is de rotonde overzichtelijker, veiliger en een stuk groener. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.